Younes Mokhtar, 1-1 tegen Sparta Rotterdam. Kan je leven met die uitslag? Gezien de wedstrijdbeeld, ja, wel. Eerst zelf denk ik waren we wel, ja, wel beter en creëren ze eigenlijk vrij weinig tot niks. En dan kom je op 1-0 voorsprong. Maar ja, de tweede helft, dat moeten wij veel beter doen. Dan zie je toch dat er een bepaalde angst in de ploeg slijpt. Van hey, we moeten de 1-0 bewaken. Maar dan moet je gewoon vooruit blijven gaan en eigenlijk voor de tweede gaan. En niet te veel leunen op de voorsprong, 1-0 voorsprong. Dus daar moeten we even als groep ook wat meer vertrouwen in krijgen. En groeien daarin om te gaan voor die tweede in plaats van die eerste doelpunt te bewaken. Ja. Je gaat wel met een lekker gevoel de rust in, want ja, dat doelpunt valt op slag van rust. Hoe is het dan in de kleedkamer? Ja, goed. Goede sfeer. Iedereen is energiek, vol vertrouwen. Alleen, ja, dan mag je nooit zo de tweede helft zo op die manier beginnen. Dat is gewoon, ja, dit is een proces, weet je. Het team heeft heel veel nederlagen geleden. Dus dan, als je dan op voorsprong komt, dan is dat denk ik wel een menselijke reactie om proberen die voorsprong te behouden. Maar daar moeten we gewoon in gaan groeien als team en dat vertrouwen hebben om gewoon door te blijven drukken en vooruit blijven spelen. Ja. En dan in de tweede helft balanceer je denk ik een beetje op twee gedachten. Van aan de ene kant dat gelijk spel vasthouden, maar aan de andere kant krijg je ook nog kansen op de overwinning zelfs. Ja. Wat ik zeg, je komt niet meer lekker aan het spelen toe. Je bent meer aan het tegenhouden dan dat je zelf aan het creëren bent. En ik vind dat je vanuit je eigen kwaliteiten moet gaan spelen. En niet te veel leunen op misschien een toevallige uitbraak. Om het maar even zo te zeggen. We moeten van ver komen. Weet je, zo eerlijk moeten we ook zijn. En ik denk dat we hebben wel een aantal nieuwe jongens. En jongens moeten ook weer wennen aan ons. Wij weer aan hun. Dus het is een proces even waar we nu in zitten. En we moeten zo snel mogelijk dat oppakken. Ja, persoonlijk, je maakte vandaag je debuut voor ADO Den Haag. Hoe is dat bevallen? Ja, ik had natuurlijk meer van verwacht. Ik had het liefst wat meer bij het spel betrokken geweest. Maar wat ik zeg, dat is wat ik zeg. De jongens moeten ook nog even wennen aan mij. Ik ben een speler die altijd wel kan inspelen, ook met de man in de rug. En nu zie je toch wel dat heel gauw jongens dat nog niet weten van mij. Dat ze mij op die manier ook kunnen bedienen. Dus dat is even de samenwerking die nog even erin moet komen. En welke goede punten neem je wel mee naar volgende week, naar die belangrijke wedstrijd tegen Willem II? Ja, vooral de eerste helft, dat we goed georganiseerd staan. Toch wel dan wel voetballen. Alleen dat moeten we gaan uitbouwen nu naar 90 minuten.